opmerkelijk van Greg is dat hij een sociaal bewogen mens is. En natuurlijk als jongere broer heb ik ook vaak genoeg zaken mogen ervaren waarbij hij assisteert. Greg is eigenlijk, hij legt zich zwaar op educatie. Hij heeft ons altijd ondersteund. Ik heb het ook zelf persoonlijk ervaren. Twee zaken, dus natuurlijk, laat me nogmaals benadrukken. Sociaal bewogen. En als het gaat om mensen motiveren, mensen mobiliseren om te studeren, is hij daar altijd om te ondersteunen. Het enige wat ik kan zeggen, ik wil hem eigenlijk bedanken voor die ondersteuning die hij ons allen als broertjes heeft gegeven. En nogmaals, het gedeelte van educatie heb ik veel aan hem te danken. Dat ik toch uiteindelijk naar Amerika kon gaan om verder te studeren. Ja, en ik ben hem zeer erkend daarvoor. Had ik dit 5 jaar geleden ook al willen doen. Met de vorige voorzitter van de NPS, dat is Ronald Venetiaan. Helaas is het me nooit gelukt. Maar vandaag mag ik wel zitten met de nieuwe voorzitter van de NPS, dat is Gregory Rusland. Het is verkiezingstijd. Ieder wil in het machtscentrum. Is dat weer toch? Wij van Tapa Bankstel gaan op een Tapa Bankstel manier beter kennis maken met deze Gregory Rusland. Hey. Hoe is het met u? Welkom. Alles goed? Ja, tuurlijk. Ik mag die kijkers even groeten, toch? Zeker, mag wel. Welkom kijkers, welkom Gregory Rusland. Greg, eindelijk zit ik hier. Het was altijd een wens van mij. 5 jaar terug, ik heb die mensen ook al verteld. 5 jaar terug wilde ik het al doen. Gelukkig, jij hebt ja gezegd. Waarom heb je ja gezegd? Nou, laten we zeggen welkom in Grunjali. Ik ben gevraagd om de presentatie te doen. Je weet ook dat je me eigenlijk langer dan 5 jaar terug reeds hebt benaderd. Klopt. Te komen. Klopt. Ik heb steeds geweigerd. Waarom? En, dit is een andersoortig programma. Mm-hmm. En je moet er echt ready voor zijn. En de afgelopen dagen ben ik door vooral de jongeren uit de partij benaderd. En gezegd, ja, die opportunity is er. Je moet het dit keer doen, de jongeren willen je zien en dergelijke. Dus op een gegeven moment tak tak hier doen. Ja, oké. Okay. Greg, we zijn terug. Hoe werd je geroepen met Biggie Kari, Greg Kaba? Gregory. Ik ben een beetje vrijpostig hoor. Ik ga je Greg noemen of Gregory. Geen probleem. Hier is het geen meneer, geen u, hier is het gewoon geen je. Geen probleem. Jana Flexi. No problem. Oké, okay, je hebt geen moeite mee toch? Absoluut niet. Oké, okay, Greg. Hoe werd je genoemd in je buurt? In de Orionstraat? In de Orionstraat werd ik, Greg werd ik genoemd. Ik weet dat het moment dat ik eigenlijk een andere naam kreeg, was toen ik op de universiteit ging. Ik was nog tiener, mm-hmm. We werden 18 jaar en zo. En toen werd ik genoemd natuurlijk, want iedereen, mijn vader was toen
vrij bekend in de samenleving en dat was Rusland. Mm-hmm. Dus dan heb ik Army Russia. Russia. Dat is op de universiteit toen ik 18 jaar oud was. Aha. Dus dat is inderdaad een. Maar normaal is van mijn grek in de buurt. Mm. Ben je daar in de Orionstraat geboren? Nee, ik ben geboren aan de Duikelaarstraat. Dat is dus zeg maar twee straten verder van de Orionstraat. Oh, dat maar. Wat is voor jou Orion? Nou, dat is nog wel langer dan niet, maar. Dus ik ben geboren aan de Duikelaarstraat. En als baby zijn we toen gaan wonen aan de Blaudastraat. Dat is een straatje verder. En daar hebben we een paar jaar gewoond. En vervolgens zijn we toen, ik dacht dat ik 5 jaar oud moest zijn, zijn we verhuisd naar Nikeri. Mm-hmm. Ik heb in Nikeri gewoond, dacht ik, een jaar. En daarna, vanuit Nikeri, zijn we natuurlijk teruggekomen naar Paramaribo. En toen zijn we gaan wonen, dat was aan de Riekelaan. Mm-hmm. Dat was helemaal uitvlucht. En vervolgens heeft mijn vader dus aan de Orionstraat gewoond. Mm-hmm. Dat is weer in de buurt, een straatje verder van de Blaudastraat. En daar hebben we gewoond. En daar is natuurlijk nog steeds de ouderlijke plek, mm-hmm, tot vandaag de dag. Maar wie zijn de gelukkige ouders? Mijn ouders, dus mijn moeder, mm-hmm, is overleden. Dat was Diana Vreeswijk. Mm-hmm. De moeder was Lee Kishu. Ja. En mijn vader is Harold Rusland. Harold Rusland, maar ze leven nog. Ja, dus mijn vader is Harold Rusland en die leeft nog. Maar mijn moeder is helaas ons voorgegaan. Oh jee. Hoe lang al? Dat is nu, ik dacht zo, een 11-12 jaar geleden. Oké. Okay. Toen ze inderdaad plotseling kwam te overlijden, zonder enig teken. Isumu? Dat was een gebeurtenis natuurlijk, die eigenlijk het ergste in mijn leven. Want ik was vrij close met mijn moeder. Elke dag zat ik na het werk, 4 uur, 5 uur ging ik naar daar om even wat met haar te eten en zo. En dat was inderdaad een shock, want het is ook plotseling gebeurd, hè. Mm-hmm, mm-hmm. En op natuurlijk nieuwjaarsochtend, dus op oudjaarsdag de gebruikelijke Uriari Brasa en dat soort toestanden, ja. Geluk wensen voor het nieuwe jaar. En 2 uur later was ze er plotseling niet meer, dus dat was wel een shock, maar ja. Dat is nu in principe bijna 10-11 jaar geleden. Met hoeveel zijn jullie? We zijn met z'n zessen. Vijf jongens. En 11 jaar na de jongste jongen kwam er toen een meisje. Dus met z'n zessen. maar met wie trok je het meest op? Ik moet zeggen dat ik het meest optrok met mijn jongere broer Andy. Andy? Ja, Andoyo. Oh. Ja, ja. Wij verschillen niet veel van elkaar en na Andy kreeg je dus een paar jaar tussenin en dan kreeg je 3 jongens. Mm-hmm. En dan 11 jaar daarna kreeg je dus een meisje. Dus natuurlijk was het logisch dat ik het meest met Andy optrok. Mm-hmm. En heb je pakslaag gehad? Pakslaag? Dat kan ik me niet echt herinneren. Is dat me de bang? Kwaai. Of ik was steeds strategisch. Je bent weer Andy. Ik kon het steeds omzeilen. Aha. Dus ik heb niet. Misschien 1 of 2 keer kan ik me herinneren dat ik wat pak slaag heb gehad. 1 keer met een wat onvoldoende op de week staat. Mm. En natuurlijk werd dat me niet in dank afgenomen door mijn vader. Dat was zeer streng. En verder misschien 1 tweede keer. Maar mm-hmm, dat was niet gebruikelijk. Mm-hmm. Wat kan je nog uit die periode? Dus wat is je nog blijven hangen? Hangt ergens daarboven uit die periode. De periode van? Ja, van met Gregory, met Andy samenlopen. Weet je, die kwajongen streken. Wat is blijven hangen? Wat zijn moest voeten hangen? Dus, Greg. We gaan even naar een break. Geen probleem.
Introducing the next generation Pixmar range. With instinctive Canon Touch technology. Intelligent wireless print connectivity from your PC or dedicated iPhone application. Print amazing photo quality impressions at impressive speed with unrivaled efficiency. With detail to die for, direct from HD movies. The new Pixmar range from Canon. Personal touch print technology that touches your imagination. Canon, powered by VSH Trading. Voor meer distributiepunten, check onze Facebookpage. Om Greg, ik heb een vriend in Holland, hij doet de groeten uit Tata voor ons. Okay. Hij is Gino Deira. Een wit boy, maar de ama abwa blagamaning Deira. Okay. Hey, ik ga even met hem praten. U kunt hem alvast even groeten in die camera Gino, daar. Wees even. Wat heb je vandaag voor ons? Groeten uit Tata in de Maasilo Borgo Mis Parvo. Hier bij Borgo Meets Parbo. Dat zijn nou een boomvieri, nou een echte stranavieri. Ja. Parbo, Borgo, combined is het feest der feesten. Goedendag, we staan hier met Kenny B. Kenny, ik wil je alvast van harte feliciteren met je succes, man. Het gaat geweldig. Hoe voelt het? Het voelt geweldig, ik heb er geen woorden voor, man. Maar hier hebben we wel voor gewerkt, snap je? Wie zou jij in Suriname allemaal de groeten willen doen? Alle artiesten, alle mensen, gewoon heel Suriname. Ik wil geen mensen uitzonderen, ik hou van iedereen daar. My people, you know. Ik wil Ricardo de groeten doen. Ricardo, Sur, Rust en Vredestraat, Bawaka. Even de groetjes van mij. Ik wil Clive de groeten doen. Clive, hoe gaat het met je? Ook eventjes voor mij die shout-out. Shamila, ik weet, je kijkt altijd. Ik kijk ook naar jou, dus dat je weet dat ik de groeten doe. We staan hier naast Mr. Dream Studios. Deze, Aladdin Matif mee in de Keri. Ik doe jullie de groeten. In de stad heb ik ook vrienden. Ik ga geen namen noemen, maar Tumsi Malai. Ik doe de groet aan mijn ouders, mama, papa, groet aan Nederland. Met wie staan we hier? Romeo, in één woord allemaal. Aan mijn vrienden en aan mijn familieleden. Want als ik namen ga noemen, dan gaan anderen zich buitengesloten voelen. Dus aan mijn vrienden, de DJ-vrienden en organisatoren die me afgelopen jaar hebben laten halen. Iedereen wil ik de groeten doen. Jurgen, Dean, Anita, Marcia, Tante Rosa, ja. Ik kan doorgaan, maar Uri, allemaal. Maar groeten uit Nederland. Ik doe de groeten aan de familie Sobrati. Ik hoop jullie snel met z'n ding met jullie. Familie Mojadi en familie Sebiko. De groeten uit Holland. De groeten aan mijn schoonfamilie. Bakbordlaan. Familie Kanta. Ik wil graag de groeten doen aan Greg. En aan alle andere mensen van Paramaribo. Ik wil ook Regilio zeker de groeten doen. Regilio Fafi. Long time, man. We moeten echt weer een beetje hangen. Ik wil... We staan hier naast de enige echte MC, DJ. Sowieso als eerste mijn familie, die familie Dabbe. Kalor, alle Kalor in Stranang. En sowieso al mijn vrienden. Ik ben opgegroeid daar. En dus ik heb een heleboel vrienden die daar wonen. En ik heb ook een heleboel vrienden die hier hebben gestudeerd en terug zijn gegaan. Dus big up naar alle man Dabbe. Lobby, Asana Soso Lobby. Ik doe ook de groeten aan al mijn vrienden en vriendinnen. Maar niet dan met name omdat ze zwanger is. Benita, ik ben er voordat je kindje komt. Much love. Groetje bij deze. Yes. Heb je gehoord? Heb je de groeten gedaan? Dit was de groeten uit Tata in de Maasilo, Borgo Meets Parbo. Jongens, het was gezellig. Ma, ik hou van je. Gianni, Glenn,
alle familieleden en vrienden. En mijn neefje Sanjiro, mijn peetzoon, gefeliciteerd. Ik zie jullie snel, lobby. Alle gezellige mensen, 18 april zijn we daar. DJ Biggie, Elton Jonathan. Peace, we zien jullie daar, man. Simpel op de bank, groeten. Oké, we gaan alvast proosten. Ja. Ik ga Gino straks bedanken, mijn poer en Jing. Hey. Ja. Gezondheid, sterkte, vooral met de verkiezingen. Dus dat vooral. Ja. Gino, heel hartelijk bedankt. U mag drinken. Gino, heel hartelijk bedankt, ja. Ayon Greg, wat is blijven hangen? Zo, die jeugd. Ik moet zeggen dat ik een hele goede tijd heb gehad. Als ik terugdenk aan mijn jeugdjaren. Beginnende 3-4 jaar weet ik nog dat ik een kleine fiets trapte in de Blauwlaestraat. Wij woonden natuurlijk, toen had je die huizen, je kon boven huren en beneden huren. En wij woonden boven. Mm-hmm. En de familie Hoefdraad woonde beneden. Mm-hmm. En daar is Gilmore Hoefdraad geboren. Dus Gilmore Hoefdraad. Oh, Hoefdraad, ja, wij ja. Wij woonden dus in één huis. Aha. Hij woonde beneden, maar hij is dus, zeg maar de leeftijd van mijn broertjes. Ja. En ik was een beetje ouder, 1-2 jaar. Dus nu ben ik aan drill the boy. Maar dat is een leuke tijd wat we gehad hebben. Ik moet zeggen dat rond mijn 9e jaar, toen waren we intussen in de Orionstraat gaan wonen. Mm-hmm. Hadden we in de buurt zo een activiteit dat iedereen begon, al die jongens erbij begonnen te schaken. Dus daar heb ik hele leuke tijden aan overgehouden. Mijn jongere broer Andy, Gilmore Hoefdraad, de Bonapartes, mm-hmm. De familie Kemp, Dijks, Meijer en zo. Allee, waar klinken de namen? We hebben echt een hele goede tijd gehad als jongeren. In die tijd konden we ook nog voetballen. We hadden daar waar CPI nu is, mm-hmm. had je daar voetbalvelden waar we konden voetballen. Wij noemden het Kowee, want afel bij Hibby. Maar ja, we hadden die qua jongens dingen. Dan speelden we straat tegen straat, misschien 50 cent tegen 50 cent. Dan speelde je. En, maar het was een hele leuke tijd. Ik moet zeggen dat het een buurt is geweest waar er veel werd gesport. Mm-hmm. We speelden gewoon voetbal op straat en dergelijke. Nogmaals, we hadden het niet breed als jongeren. Mm-hmm. Maar we hadden echt fun elke dag. En het mooie ervan was dat eigenlijk zo een beetje iedereen... voor wat betreft schoolwerk en dergelijke, vrij serieus was mm-hmm. met studeren en dergelijke. Dus ja, een goede tijd. Hoe zag je opvoeding eruit? Nou, ik moet zeggen dat wat dat stukje betreft, ik hele strenge ouders heb gehad die geen grappen maakten. Mm. Als je met een weegstaat kwam, wat een beetje een probleem was, dan was je bang om thuis te komen. Maar het is vrij streng. Thuis waren we met 5 jongens. Dus je begrijpt dat wij ook het huiswerk moesten doen. En zo hadden we bijvoorbeeld een verdeling in onze tijd. En die had zijn verantwoordelijkheid, ik had mijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Ik was verantwoordelijk voor beneden. Ik was verantwoordelijk voor vaatwassen en dergelijke. Dus, maar af en toe ben ik kiesdent, toch? Dat beloof ik Andy, want dat was helemaal vaart voor me. Dus, maar een hele leuke tijd, heel streng en gedisciplineerd. Mm-hmm. Je had je taken en je moest je taken uitvoeren. Mm-hmm. Dus dat is positief geweest. Ik moet zeggen dat ook wat mij blij blijft, is dat ik eigenlijk vanaf mijn 12e zo'n beetje bezig ben. Om het zo te zeggen, het is geen kinderarbeid hoor, maar vrijwillig. Weet ik dat ik bij het ministerie van LVV ging. En de arbeiders van LVV, toen had je achter in de kuur had je aanplanten van kool en dergelijke. En zaterdag werd er toen gewerkt bij de ambtenarij. Dus toen ging ik mee zaterdag om te helpen planten. Kreeg je plantjes mee naar huis. En het hele erf natuurlijk werd beplant vol met kool, met taaienblad, met allerlei groenten. En wanneer er werd geoogst natuurlijk aan de hele buurt mee, want het was natuurlijk heel veel. Ik had ook mijn kippen thuis toen ik dus 12, 13 jaar oud was. Op 14-jarige leeftijd raakte ik een beetje geïnteresseerd natuurlijk in wat er in de politiek gebeurde. Mm-hmm. En toen mocht ik met mijn vader mee, die was toen parlementariër. Ja, ja. Het was rond de dagen van de onafhankelijkheid. En toen mocht ik naar het parlement gaan en zo kwam ik dus in aanraking met mensen als mijn idool Henk Aron en dat soort mensen. Mm-hmm. Die ik dus van vrij jong heb kunnen meemaken. Dus toen begon inderdaad die politieke interesse. Ja.
Ik denk dat 14, 15 jaar begon je te zoeken naar vakantiejobs. Ja, want ik heb altijd ervan gehouden om te hosselen, om wat beter te verdienen. En zo werkte ik in de magazijnen van Fernandes aan de Klifstenenstraat. Waarbij je natuurlijk toch wel werk deed als een hobby. Mm-hmm. Toch, sloten showen en dat soort toestanden. Ik heb op 16-jarige leeftijd werkte ik bij Ebro, waar ik ijskasten verkocht, gasfornuizen en dergelijke. Heel dus vroeg je biggie big money. Ja, dus nu ben ik bij Tassania, ondernemers. Maar had je nog op school? Ja, op school. Dus wanneer ik de vrije tijd had, vakanties. Maar welke klasse waren jullie? Rijk, arm of middenstand? Ik zou zeggen, we hadden het niet breed. We hadden het niet breed. Mijn vader was onderwijzer. Mijn moeder moest natuurlijk 5 jongens, bleef thuis om op de jongens te passen en dergelijke. Mm-hmm. Dus wat dat stukje betreft hadden we het niet breed. Mijn vader heeft ook vroeg zijn investering gedaan om te komen aan een woning. En daar moesten de aflossingen voor gepleegd worden en dergelijke. Dat betekent dat je thuis ook je gaat moeten aanpassen naar de mogelijkheden. Maar ik denk dat niemand last van ons had. We deden onze dingen op een rustige manier. Waarbij we toch wel geleerd werden om opoffering te brengen, om vooruit te komen. Dus we hadden het zeker niet breed, maar ik denk dat dat juist ervoor heeft gezorgd dat je ook beter gevormd kon worden. Ik ben er trots op, omdat ik vandaag de dag natuurlijk niet zo zijn waar ik ben, als ik waarschijnlijk die hardship niet had meegemaakt. Maar Greg, hoe was het op school? Op school? Het ging. Ik moet zeggen, ik ben lagere school, het grootste deel ben ik op de Steningschool geweest, Bravenstraat, EBG. Op de Muroschool, de Graaf van Sinsendorfschool. Ik moet zeggen dat over het algemeen, wat dat stukje betreft, er geen problemen waren. Ik dacht dat ik later, ik denk dat ik 16 toen oud was, ging naar het openbare toneel. 18 jaar was ik op de Universiteit van Suriname, de Natuurtechnische Faculteit, waar ik gestudeerd heb. Nu is het de Technologische Faculteit. Mm-hmm. En op 22-jarige leeftijd mocht ik afstuderen van onze universiteit. Ik moet zeggen, nogmaals, één ding wat ik me altijd mee bezig heb gehouden is dus, zoals gezegd, werken. Op 18-jarige leeftijd ging je in het kader van je studie verschillende projecten doen. Ik ging naar Prins Bernhard Wolder, waar ik heb gedaan aan reisveredeling. Ik werkte op 19-jarige leeftijd, 20-jarige leeftijd bij de Suralco in Mungo. Dus tijdens de studie, maar ook buiten de studie, heb ik me aardig bezig gehouden met steeds bezig zijn naast je studie. Om ervoor te zorgen, één, dat ik eigenlijk mijn eigen bootjes kon doppen. Maar ik denk dat ik vanaf mijn 18e jaar... Maar hoor nou, maar was het... Mijn vader en zo. Was het naast je eigen boontjes doppen? Dus de boontjes. Was het ook... Was er ook een reden voor een lover? Was er ruimte voor... Nee, geen reden. Ruimte voor een lover. Want je reed ook scoren, Tori. Je reed ook roken, Tori. Maar volgens een lover, was er tijd voor een lover? Dus ja, ik ben jong en toen had en ik mooi een boy. Dus, wel, dus had je tenen niet bij Finfini toch? Moralek, no, wat ik, ja, oké, okay, maar tenen niet bij Finfini. Maar ja, ik denk dat ik op 17-jarige, 18-jarige leeftijd een vriendin had. Die ik heb gekend vanaf ik 13 jaar oud was. Toen ben ik op Kleinbaal naar Kuhl. De vader was de beheerder van Kuhl, LVV. En ik heb haar ontmoet toen, toen ik 17, 18 jaar oud was. En dus dat. Mm-hmm. Is zij het nog steeds? We zijn getrouwd toen ik 23 jaar oud was. En we zijn tot de dag van vandaag nog getrouwd. Ja. Serieus? Zo lang al? Wauw, nee. Applaus. Een compliment, Ward. Het is echt een voorbeeld. Een heleboel mensen kunnen een voorbeeld van nemen. Maar zijn er kinderen? Ja, ik heb 2 kinderen. Een dochter en een zoon. Mijn dochter is Carissa. En mijn zoon is Mason. Mm-hmm. En hoe gaan ze om met zo'n vader? Met zo'n man? Hoe gaan ze om? Ik denk dat ik kan zeggen dat ik altijd een vrij nauwe relatie met de kinderen heb gehad. Toen ze klein waren, moest ik vaak op reis. Dat was in de 90er jaren, 80er jaren. Ik ben eigenlijk in 1987 teruggekeerd naar Suriname. Ik heb gewoond in Florida. Mm-hmm. Ze waren beide, zijn daar geboren.
En toen ik terugkwam, had ik dus nogmaals een vrij nauw contact met zijn. Als ik op reis was bijvoorbeeld, gaf ik ze altijd aan van, no matter wat er gebeurt, ik leer ze hoe ze me moeten kunnen bereiken. En ze moeten me anytime kunnen bereiken. Al is het middernacht, als je aan iets denkt en je hebt een probleem, gelijk bellen. Waar is het aan dus, gebeurd, dat ze een probleem hadden? Nou, er zijn vaak dingen gebeurd, ja. Dus niet echt problemen. Maar het bespreken van zaken waarmee ze zaten bijvoorbeeld. Als ik met mijn dochter zit bijvoorbeeld, vaak weet ik dingen voor dat die moeder het weet. Wat natuurlijk ook soms die moeder een beetje jaloers maakte. Want als mijn dochter een probleem heeft, belt ze mij op en vraagt van, hey, hoe is het? En soms dingen waarvan ze, die moeder zegt van, hoe kan je dat aan je vader vragen? Dus dat is de relatie die ik met de kinderen heb gehad en tot nu toe heb. Anything is bespreekbaar, al hoe erg het is, en je gaat altijd een oplossing voor vinden. En hoe heb je gereageerd toen ze met haar vriend, toen ze je zei dat ze een vriend heeft, kennis maken met een vriend? Nou, ik denk dat je van het een in het ander rol, je wordt ermee geconfronteerd op een gegeven moment en je kijkt de zaken natuurlijk aan. Ik heb nooit een positie ingenomen waarbij ik zeg van luister, dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Omdat ik denk dat wanneer je kinderen gaat vertellen wat ze moeten doen, dat ze juist het tegengestelde gaan doen. Klopt. Dus mijn approach was altijd van begeleiding. Ze vertellen van waar moet je op letten, let daarop. En ik denk dat dat tot nu toe heel positief is geweest. Ze zijn beide intussen getrouwd. Ze hebben ook hun kinderen. Dus je bent ja, opa ook maar. Dus mijn opa, ja. Dus ik heb drie kleintjes, drie kleindochters. Mooi. Dus nee, ik denk dat wat dat stukje betreft, ik nog steeds behoorlijke ingangen heb bij de kinderen. En ik word regelmatig geconsulteerd over allerlei levensproblemen. en dat vind ik wel leuk. Maar wat waren je eerste woorden tegen je schoonzoon? Zo. Rem. Na de brief. Better. Ma pa go dringe go palam. Me ga here tori me ga klari ko ba. Daru. Ba wa kabap. A ben so so problem. Ba pa kere wa gi pa en montera la tori. Geen papira dat is ko tori ko ba. Oh, verzekeringsbewijs ja, dan heb je dan die man die zei moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan je keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring van je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, aan uw andere, papa bol, vinha, true keuring. Tonight on stage, that's what we're gonna be rocking. You feel me? Show love, you get love back. You know, this is real talk, right? For real.
over. Conquer, man. Y'all know what it is. Live by the code. Dress code. Two nice white clamp paint con. Wizzy on the beat. Dat het een zware wedstrijd zou worden, nou daar was van tevoren wel rekening mee gehouden. De speler die kijkt in elk geval relaxed en je vraagt je af wat is zijn geheim. Nou, is het ProLife? We zullen het zo weten. Dit is de beslissende penalty voor het team van ProLife. De doelman die lijkt ook zelfverzekerd. Dan is hier het moment, gaat hij het redden? Hier is de schot, hij wordt doorheen, recht op de doelman af. Dit is ongekend. Goal! Het is zo wederom gelukt. Het team van ProLife. Blijf de ongeslagen kampioen. Met ProLife haal je het beste uit jezelf. Hi, oom Greg. Jij mag vandaag aan Brownie vragen, want volgens mij weer voor mij. Jij mag aan Brownie vragen als hij klaar is hoor, als hij ready is. Aksa man. Brownie, hoe zit het? Is de... Helemaal klaar. Als een sweetie? Ja maar mooi. Oké, daar heb ik het aan jou. Aksa man, sama boori. Maar zij boort hier dan? Snert. Oh, inderdaad, want ik heb wel iemand gevraagd wat ik lekker vind, met Nakadori. Maar ik wist niet dat jullie het zouden klaarmaken. Ja, live. En deze kok. Noem ik graf aan allemaal. Nou, wat mijn zeg maar, approach is geweest, is nogmaals dat ik mijn dochter probeer zo goed mogelijk te scholen, informatie te geven. Zodat wie is minder dit drapen in Sapsai doet. Greg, hoe ben je in de met de politiek begonnen? Hoe ben je erin gestapt? Wanneer is het begonnen? Dus ik zei het al. Ja, 14. Mijn interesse was er toen al. Maar op een gegeven moment ben ik me zwaar gaan bezighouden met mijn wetenschap. Universiteit. Ik was 22 jaar toen ik afstudeerde aan onze universiteit hier, Technologische Faculteit. En toen heb ik gelijk een beurs gezocht. Ik ben toen naar Florida gegaan. Mm-hmm. In Florida heb ik in de jaren 82 tot 84 heb ik mijn masters gedaan. In 84 ben ik toen mijn promotie gaan doen en in 87 promoveerde ik in Florida. En wat ik toen heb gedaan is natuurlijk gelijk terugkomen naar Suriname. Ik werkte daar. Eigenlijk had ik het vrij goed. Je weet, 87 waren moeilijke dagen in Suriname. Rekken van winkels, het was gewoon lege winkels en dergelijke. En nagenoeg iedereen adviseerde me van luister, je hebt het zo goed. In Florida, waarom kom je terug? Maar ik wilde terugkomen, want ik wilde hier die challenge aangaan. Mm-hmm. Daarvoor had ik gestudeerd, om hier te komen wonen en te werken. En je komt hier in Suriname en de verkiezingen vinden plaats. Maar ik heb toen voor mezelf het besluit genomen van luister, partijpolitiek ga ik nog niet in. Mm-hmm. Ik wist wat ik wilde hebben. Ik zat me aan het doen, toen privé zijn niet. En ik wist wat mijn krachten waren, mijn potentie. En ik heb gezegd, luister, ik ga die dingen eerst doen. Zoals ik het zei, van, ik wil me eerst profileren. Buiten de partijpolitiek, voordat ik in de politiek ga. Want als ik mijn dingen doe, ik hield van ondernemen, zei ik al. Als ik mijn dingen heb, moet men niet zeggen van het komt door de politiek. Dus dat was bewust mijn keus geweest toen. Maar ik begin bij de universiteit te werken. Ik werd op een gegeven moment president-commissaris van een bedrijf. En zo, en je ziet dus dat de zaken gaan. Maar wanneer je op de universiteit bezig bent, en je ziet dat je een heleboel vernieuwingen, je hebt ideeën, want je komt fris uit het buitenland, grote universiteit, je wil dingen hier gaan doorvoeren, want je wil hebben dat die Surinaamse jongeren ook meemaken wat jij hebt meegemaakt in het buitenland. Maar dan werk je dat je tegen een heleboel barrières opkomt. Je kan die dingen niet realiseren. Dus je komt met die ideeën en op een gegeven moment weet je van, als je bepaalde ideeën wil doorvoeren, zal je in de politiek moeten zitten. Want het is de politiek waar langs je zaken kan realiseren het meest, voor grote ontwikkelingen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik denk dat ik in 1999 zo, vond ik dat ik mij buiten de partijpolitiek redelijk had geprofileerd. Ik had al wat bezittingen, ik was bezig met mijn boerderij op Saramaka en dergelijke. Dus ik vond dat ik ready was om te joinen. En ik heb een heel lang gesprek toen gehad met de heer Assen. Die moest naar de universiteit komen waar ik directeur was van het IBPM. En hij was een beetje bezig te scouten, om het zo te zeggen. We hebben een heel lang gesprek gehad. Want mijn sympathie naar de NPS die ging veel langer natuurlijk daarvoor uit. Maar we hebben toen gesproken over het reilen en zeilen binnen de partij. En ik heb toen het besluit genomen om inderdaad te joinen. En zo ben ik dus terechtgekomen in de werkgroep planning van de NPS, waar de heer Assen toen de leiding had.
En op een gegeven moment was ik nauwelijks een paar maanden bezig en meneer Assen moest op reis gaan. En hij vroeg me nog van, Greg, ik moet even naar het buitenland, wil je even voor me waarnemen? En ik kan me nog herinneren dat ik hem zei van, luister, maar Roel, als je iemand laat waarnemen in de politiek, moet je oppassen dat je je plaats verliest. We wachten die grap. Maar inderdaad, hij kwam terug en een paar maanden later vond hij het nodig om mij te vragen om gewoon de leiding over te nemen van die werkgroep. En ik ben zeer actief geweest in die werkgroep vanaf 1999 binnen de partij. Tot recentelijk toen ik voorzitter werd van de NPS. En ja, op die manier ben ik dus erin gerold. Je komt erin, je bent actief. Je bent op de universiteit bezig. Ik werd voorzitter van het universiteitsbestuur in 2000. Dat heb ik gedaan tot 2005. Toen ik werd gebeld door de toenmalige voorzitter, de heer Vinnitsjaan. Met de vraag als ik ready was om het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen te gaan beheren. Daar heb ik eerst aarzelend, maar uiteindelijk mee ingestemd. En ik heb er geen spijt van dat ik daar veel jaar want jij bent eigenlijk, zou je bij LVV moeten gaan, want jij bent agrarisch deskundig. Ik ben gepromoveerd, ik ben agronoom van huis uit, landbouwkundige. Maar je weet hoe het hier in Suriname toe gaat. Hè? Als je naar de Universiteit van Suriname gaat, toen die dagen, waren de opleidingen vrij breed. Men sprak over een natuurtechnische opleiding, waarbij ik agrarische productie natuurlijk heb gespecialiseerd. Maar ik heb een hele dosis aan zaken met betrekking tot geologie, mijnbouw, economie. Het was een vrij brede opleiding. Zodanig dat wanneer het buitenland kwam en je mensen spreekt die zelfs mijnbouw doen of geologie, dat je gewoon rustig kan meepraten op die gebieden. En ik moet zeggen dat vanwege mijn oriëntatie, welke vrij breed is vanaf ik in Suriname ben, denk ik dat ik toch wel in verschillende gebieden mij lekker thuis voel. Ik heb mijn interesse gaan vooral uit naar productie en naar onderwijs. En ik denk dat in natuurlijke hulpbronnen wij een redelijke job hebben kunnen doen wat betreft het realiseren van zaken die gedaan moesten worden. En hoe was het als minister van NH? Zoals ik zei, in het begin zat ik echt met het probleem van moet je dat wel ambiëren. Er zijn vele uitdagingen die er waren. Uiteindelijk stem je in. We praten over, we wilden verjonging hebben. De president toen, de heer Vinnitsjaan, die gaf de gelegenheid. Ik moet zeggen dat ik vrij veel ondersteuning heb gehad toen van mensen in de partij die hebben gezegd, je moet het doen. Ik heb hem gedaan en met volle overtuiging, waarbij ik toch wel zeg van het is een bijzonder leerrijke periode geweest. Een periode waarbij je intensief betrokken was bij het dealen over grote projecten die te maken hebben met de ontwikkeling van Suriname. Je weet, de grootste inkomsten van Suriname komen nog altijd uit de mijnbouwsector. Je was in contact met de leiding van de grote bedrijven in Suriname, maar ook met vertegenwoordigers van de multinationals, als de Alcoa, IAM Gold, Newmont en dergelijke, waar je echt intensief mee deelde. Je had de directe verantwoordelijkheid voor staatsolie als minister, want in die dagen was het de minister van NH die de vertegenwoordiger van de staat was bij die bedrijven. Natuurlijk onder verantwoording van de president. Vandaag de dag zien we dat dat weggehaald is bij de minister van NH en geplaatst rechtstreeks onder de vicepresident. Een model, maar ik heb mogen dealen met dat soort zaken in die dagen. Ik had ook het persoonlijk contact met onder andere de president van Venezuela, omdat onze president vooral op het stuk van energie de zaken aan mij overliet. Vooral onder andere de Petrocaribe deal die we toen hebben opgezet. Om die zeg maar te helpen beelden samen met staatshoofden uit de regio. Dus ik denk dat al die ervaringen die ik heb meegemaakt, een dosis aan ervaring, dan mag je niet ontevreden zijn vanuit die functie van minister toen. En hoe is het nu als ex-minister? Als ex-minister, ik bedoel van je kent de politieke realiteit. Je bent in een politieke organisatie, er komen verkiezingen. 2010 heeft het volk een zodanige keus gemaakt dat er een andere regering is gekomen. En dan ben je genoeg realist om te weten dat je afstand moet doen van de zaak. Je volgt wel de zaken, maar er zijn anderen die verantwoordelijk zijn voor de zaak.
En wat je dan soms wel doet, is dat je soms bepaalde ontwikkelingen ziet en je denkt van, wauw, dit hadden we toch wel anders moeten doen. Mm-hmm. Maar het is de keuze van het volk uiteindelijk die je in een bepaalde positie brengt. Mm-hmm. En dan moet je daarmee leren leven. Maar mis je die privileges als minister? Ik ga eerlijk zeggen, ik weet niet over welke privileges het gaat. Maar als we beginnen met de basics, moet ik zeggen dat ik niet altijd gebruik maakte van alle privileges die het ministerie of het ministerschap bood. Omdat ik eerder al zei, mijn doel was profileren buiten de partijpolitiek, buiten functies van de overheid. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik genoeg activiteiten heb buiten de politiek, die mij toch wel gelukkig maken, happy maken, waardoor ik de privileges van de overheid absoluut niet mis. Maar Greg, wat heb je ervan overgehouden? Dat huis in het buitenland, komt het ook uit dat van NH? Staatsgelden? Nee. Ik moet daarop direct antwoorden dat ik heb gewoond in Florida. Mm-hmm. Toen ik uit Florida ging, was 1987. Die dagen had ik een behoorlijk bedrag dat ik maandelijks in handen had. Dus ik ben niet leeg gekomen. Ik heb een periode gehad, ik zei het al, voordat ik in de partijpolitiek kwam, was ik bijzonder actief met het doen van projecten en dergelijke, waarbij ik moet zeggen dat ik toch wel redelijk wat van heb overgehouden. Voordat ik in de politiek was, had ik reeds een huis in Florida. En that's a long story. Maar wat je daar hebt, is dat je de mogelijkheden hebt dat wanneer je je houdt aan zeg maar de afspraken, de betalingsafspraken naar banken toe, de zogenaamde creditkaarten die je hebt en dergelijke, dan word je intensief gevolgd door het systeem. En wanneer je een goede credit record hebt als persoon in Amerika, dan krijg je ook een score. En mijn score was altijd vrij hoog. En daardoor kon ik in 1998, dacht ik, een huis kopen. In eerste instantie was het bedoeld als een vakantiehuis, waarbij ik dat huis kocht. Ik heb een lening gehad van de bank. En ik moet zeggen dat wat ik in eerste instantie deed, ik heb dat huis helemaal ingericht. En ik verhuurde hem vooral voor Surinamers die voor korte perioden met vakantie gingen. En ik moet zeggen dat ik daaruit zelfs geld overhield. Dus ik kon mijn huis betalen, ik kon gaan wanneer ik wilde. Ja. En ik hield er geld aan over. Aha. In 2007, toen was ik minister en waarschijnlijk daarover praat u, ik weet het niet. Aha. Toen was ik in de gelegenheid om een tweede woning te kopen. En wat daar gebeurde is dat toen eigenlijk de economie van Amerika in zo'n staat was dat je makkelijk aan leningen kon komen. Ik had een goede credit score. De opportunity deed zich voor dat er een woning te koop was. Het is volledig gefinancierd door de bank. Overigens, die stukken heb ik toen overlegd aan de pers toen. En ik dacht 2012, toen het aan de orde was met het voorzitterschap van de NPS, weet je, dan proberen mannen je te slicen en dat kwam aan de orde. Toen heb ik mijn stukken wel overlegd aan de pers. Mensen zeggen van ja, het zijn privé dingen, je hoeft het niet te doen. Ja. Ik vond het toen wel nodig om het te doen. Het is gewoon een lening van de bank. Mm. En ik heb toen gewoon een risico welke ik genomen heb. Omdat ik zag dat de markt van huizen, de prijzen gingen omhoog. En ik dacht natuurlijk van kijk, als je dat ding kan kopen met een lening, je kan betalen en op een gegeven moment weer van de hand doen, dan heb je wat winst. Ja, ja. Het is echter fout gelopen. Omdat in 2008 kreeg je de val, die economische crisis, waardoor de huizenmarkt in Amerika is neergegaan. Dus ik moest de zaak gewoon maintainen. Nu heb ik de familie, de dochter woont erin met haar echtgenoot. Oh. En op die manier worden gewoon, het is gewoon een lening van 30 jaar. Oh. Zij betaalt geen huur? Ze betaalt dus de huur, welke dan de aflossing gaat voor een groot deel. Maar in ieder geval, het zijn heel privé zaken. Heeft die huizen hier in Suriname? Ja, in Suriname heb ik ook wat bezittingen. Vanwege diverse problemen ga je dat niet doen. Maar nogmaals, het zijn allemaal investeringen. En wat dat stukje betreft, lig ik er absoluut niet van wakker. Als ik ze niet heb, maakt het me echt niet veel uit. Maar het is een situatie waarin je komt rollen, toch? Als ik kijk naar die situatie die we hebben gehad. Ik zei het al, ik ben in 1987 als jonge man teruggekomen naar Suriname.
in 19, rond de jaren, begin jaren 90. Ik hielp een heleboel mensen met bedrijfsplannen maken. Om boerderijen op te zetten, gronden aan te vragen en dergelijke. Maar ik bleef maar kijken en mensen helpen. Dus op een gegeven moment heb ik het initiatief genomen van luister, ik ga zelf in die business. Ik ga een eigen boerderij opzetten. Ik heb toen een bedrijfsplan gemaakt. En make a long story short, uiteindelijk is het gefinancierd door de Surinaamse bank. Het was toen heel veel geld om de hele zaak op te zetten. Op Saramaka heb ik dat opgezet. Maar wat ik heb gedaan toen is kijken naar die economie en een aantal voorspellingen die ik toen gemaakt heb. Heb ik besloten om een deel van die lening, het was een hoe noemen ze die dingen, rekeningcourant, heb ik toen omgezet in vreemde valuta. En ik heb natuurlijk met een deel heb ik bepaalde bezittingen gekocht. En wat je kreeg is dat het een risico was. Want als de zaak stabiel was gebleven, dan zou dat betekenen dat je een hele grote aflossing zou moeten plegen en vastlopen. Maar wat je kreeg is dat je een verschrikkelijke ontwaarding kreeg. Die koers, ik dacht dat die koers, ik houd me ten goede, maar ik denk dat die koers misschien was 1 US dollar. Want we kwamen uit die militaire periode. Dus de 1 US dollar kon je misschien voor 200 zoveel, sorry, SRD, ja. Of toen was het SF kopen. SF. En doordat ik die lening lang aanhield, een paar jaar, tot 1995, was die koers opeens van 2 zoveel naar 3000. Als je vreemde valuta hebt, begrijp je wat je kan doen. Toen de zaak door de banken werd aangescherpt, want al die tijd was de rente maar 9% per jaar. Dus je geniet zo lang mogelijk van het geld van de bank. Misschien mag ik dat niet zo zeggen, want de Surinaamse bank kan boos worden. Maar je geniet zo lang mogelijk van het geld. En op een gegeven moment in 1995 kondigde de bank aan van luister, dit kunnen we niet meer aan. Wij gaan van 9% naar 48% rente. Wow. Dat was de rente die we toen betaalden in Suriname. En toen ik dat hoorde en de brief kreeg, heb ik ervoor gezorgd dat ik wat deviezen heb omgewisseld en de hele lening heb afbetaald in één keer. Want nogmaals, die ontwaarding was enorm. Dus je had weinig deviezen nodig om je lening af te betalen en wat bezittingen te hebben en wat toch wel financiën te hebben. Gregory. Zo is dat toegegaan en het is heel simpel. Zoals we simpel zeggen. Greg. Als we vragen, dan kan je het wel uitleggen. Maar dat was het zijn privézaken die er privé hoort. Maar ik begrijp ook dat in de politiek er een heleboel gespeculeerd wordt. Ze gaan dat gebruiken toch? Geen probleem. Greg, geen probleem. Maar jij en Andy, gaan jullie nog door één deur? Wij zijn broers tot de dood. Jullie? Wij zijn broers tot de dood. Oké. En ik moet zeggen dat Andy en ik onze tijden hebben gehad. Dat we echt op de vuist zijn gegaan als kleine jongen, natuurlijk onder de 10 jaar. Maar het voordeel is, en dat is ook een deel van het opgroeien, hè? Het voordeel is dat een café nou. En na 5 minuten zitten we en hij zegt van, hey, Greg, what about dit? En we gaan door met praten alsof er niets is gebeurd. En ik denk dat dat bijzonder belangrijk is geweest in het opgroeien. En later de 3 broertjes, zoals wij die noemden, erbij. Er werd af en toe gevochten, maar we werden geleerd van niets moet blijven, het is familie. En wij moeten als familie doorgaan, dus ruzie blijft nooit lang. Familie geven, familie blijven. En tot de dag van vandaag moet ik zeggen dat wij maar, denken dat we op elkaar maar geef je op, geef je op af en toe ook advies? Nou, de adviezen, we zijn heel voorzichtig politiek. Hij is actief binnen mijn politieke opponent, de NDP. Ik ben actief binnen de NPS. We hebben onze overtuigingen. We zijn zo geleerd thuis dat we onze verschillen mogen hebben. Maar we moeten wel weten op welke manier wij die verschillen natuurlijk benaderen. Advies in de zin van toen hij onder andere werd benaderd om minister van Financiën te worden. Ik heb mijn zorgen gehad. Omdat ik zeg van luister, je gaat overnemen in een situatie dat bijna uitzichtloos is. Een situatie waarbij er een regering is die enorm veel geld verspilt. Geld wordt gebruikt waar je niet weet waar het naartoe gaat, maar de staatsmiddelen nemen drastisch af. Ik voorspelde dat op een gegeven moment de schulden niet betaald zullen kunnen worden door de staat, door de economie, dan dat je ontwaarding kan krijgen op een gegeven moment van de Surinaamse SRD. To make a long story short, wat ik hem geadviseerd is luister, als je die functie neemt, neem die functie, doe het natuurlijk naar eer en geweten.
laat men je niet zo ver krijgen om dingen te doen die je niet kan verantwoorden. Dat heb ik ook altijd gedaan. Maar werkt het dat niet? Dat moet natuurlijk de tijd gaan uitwijzen. Ik hoop dat het werkt. Ik heb de indruk dat hij dat probeert. Maar als je in een omgeving bent waarbij bepaalde zaken natuurlijk je onder politieke druk zou moeten doen, dan kan dat gebeuren, denk ik. Maar daarvoor natuurlijk heb ik mijn politiek huis. En daar zullen we, ondanks het feit dat het mijn broer is, heb ik altijd gezegd, waar dingen goed gaan, zullen we die natuurlijk ondersteunen. Dat is mijn persoonlijke zeg maar overtuiging. Uh-huh. Maar waar zaken fout gaan, al is het mijn broer, ga ik aan de bel trekken. Omdat natuurlijk wij moeten zorgen ervoor dat wij het steeds met z'n allen als Suriname's beter gaan doen in het land. Uh-huh. Omdat we een grote verantwoordelijkheid hebben als generatie op dit moment. Om een land te creëren, om een land op te bouwen waar onze kinderen, onze kleinkinderen natuurlijk, een prettige omgeving hebben om te kunnen wonen. Maar had je het verwacht, zo'n keus? Ik denk dat, kijk, Andy is veel jonger dan ik in de politiek gegaan. Men had gedacht dat ik in de politiek zou gaan eerder, omdat ik, zoals ik zeg, vaak tussen die grote mannen gewoon in ging zitten om mee te luisteren thuis. Andy deed dat minder, maar Andy is vanaf, dacht ik, zijn... zijn begin twintiger jaren. Hij is toen in Suriname gebleven. Ik ben naar Florida gegaan in 82. En hij werd actief, denk ik, in die bewegingen die toen aan de gang waren. En hij gelooft gewoon in die zaken waar ik niet in geloof. Maar goed, daar mag het verschil in zijn. Dus hij is vrij jong politiek actief geweest. Ik dacht dat hij toen bij de DNP zat. Mm-hmm. Gerold natuurlijk in de NDP. En op een gegeven moment zou je benaderd worden om verantwoordelijkheden te nemen door je politieke organisatie. Dus uiteindelijk had ik wel gedacht dat hij dat zou doen. Alleen hamer ik erop, doe het zeg maar met de overtuiging dat je een goede job moet doen. Doe geen dingen die je niet kan verantwoorden en dergelijke. En natuurlijk gaan we ervan uit dat hij dat zal blijven doen. Wat zijn je verwachtingen voor de NPS bij de komende verkiezingen? Nou, de uitslag. Ja, dus 26 mei. 26 mei. Wij gaan ervan uit dat de NPS haar positie gaat verbeteren. U weet dat we op dit moment in een situatie zitten waarbij we zijn teruggevallen naar 4 zetels in de DNA. Al leg je uit dat het aantal kiezers niet echt afgenomen is in de afgelopen periode, maar dat het gewoon een verkiezingsuitslag is geweest. Kijkt men naar het aantal zetels dat je hebt in de Nationale Assemblée. Wij positioneren ons op zo'n manier dat wij in ieder geval in elk district een vertegenwoordiger hebben op de kandidatenlijst van V7. Mm-hmm. In Paramaribo hebben we er 6 plaatsen. En wij gaan er gewoon vanuit dat we er naartoe werken. We hebben 15 plekken op de DNA-lijst. En ik zeg aan onze leden dat wij ervoor gaan om al die 15 plaatsen gekozen te krijgen in Suriname. Mm-hmm. Natuurlijk zal het werk dat we moeten doen uitwijzen als we dat kunnen realiseren. Mm-hmm. Maar ik denk dat we als NPS nu een goede basis hebben om daadwerkelijk een verbetering mee te gaan maken na jaren wat betreft de positie van de partij. We hebben de zeg maar voorzieningen getroffen om zodanig gepositioneerd te zijn om daar invulling aan te geven. Mm-hmm. We hebben de overtuiging dat we dat ook zullen kunnen realiseren. Al zijn er mensen soms die niet goed begrijpen de strategieën en de manieren waarop wij ons als NPS gedragen. Maar u zult merken, als u de zaak goed bestudeert, we zijn bezig aan een wederopbouw van de partij. Wij doen het misschien op een manier waarbij er geen barbarie gemaakt wordt. Alleen wanneer het echt noodzakelijk is, komen we uit. Maar we zorgen ervoor dat we straks, nu in deze week, kunnen komen tot een goede kandidatenlijst, welke we kunnen presenteren aan die samenleving. En met die kandidaten gaan naar die verkiezing van 25 mei. Hoe is die band tussen jou en Kobi? Ik moet zeggen dat de band goed is. Soms heb je situaties waarbij je zegt van Kobi, hoe kan dat? Word je boos op hem? Eerlijk waar, soms word ik wel boos. De laatste tijden veel minder. Oh. We hebben wel iets. Maar kijk. Dat moet kunnen. Ja, want Kobina Wang is op Kobina Street Fighter. Juna rustig, Juna cool moody. Juna rustig, maar Kobina Street Fighter. Dus die appa systeem waarbij ik bepaalde momenten heb gehad dat mensen echt naar me toe kwamen en zeggen van
Hier zijn wij van geschrokken. Dit hadden we van jou nooit verwacht. Hoe praxeert dat? Zo laf je laf. Iedereen kan over je heen lopen. Aha. Maar ik denk dat wat dat betreft je ook moet weten. Wanneer je een bepaalde houding aanneemt. Wanneer je zegt van genoeg is genoeg. Mm-hmm. Maar wat je moet doen is ervoor zorgen dat iedereen die in de organisatie bezig is. Want iedereen heeft natuurlijk goede intenties. Alleen kan het zijn dat mensen bepaalde besluiten nemen die soms lijken tegen jouw strategieën in te gaan. Uh-huh. En daar moet je over kunnen praten. En ik moet zeggen, dat daarom zeg ik van de verstandhouding is wel goed. Omdat wanneer we die zware dingen hebben gehad, dan zitten we ook en dan bespreken we de dingen. En we komen altijd tot oplossingen. Uh-huh. En zo gaan we verder. En zo verwachten we ook dat we in staat zullen zijn om straks bij die verkiezingen toch wel een heel goed resultaat neer te zetten voor de NPS. Om ervoor te zorgen dat we op die manier echt kunnen gaan werken weer aan de opbouw van ons land. En als dat lukt toch, en de NDP heeft NPS nodig, wat doet de NPS bij deze verkiezing? Ik weet niet waarom je zegt de NDP heeft de NPS nodig. Het zou toch ook kunnen zijn dat de NPS, de NDP... Oké, maakt niet uit. Maar ik heb het over die samenwerking NDP, NPS of NPS, NDP. Ik denk dat als we de politieke realiteit van vandaag bekijken en we kijken naar dus de leiding van de twee partijen, dat op dit moment de leiding van de twee partijen toch wel relatief ver uit elkaar is wat betreft misschien niet eens de zaken die gerealiseerd, die we zeggen die we willen realiseren voor ons land, maar de manier van aanpak, daar verschillen we drastisch in. Mm-hmm. Je zult merken dat de NDP een manier van zaken doen heeft welke soms strookt, of vaak strookt, tegen de manier waarop de NPS haar zaken heeft gedaan in het verleden en wil gaan doen in de toekomst. En die zaken liggen relatief ver uit elkaar. En daarom zie ik dus een samenwerking op korte termijn niet echt in place. Maar natuurlijk voor de toekomst, misschien bij gewijzigd leiderschap, dat die twee partijen elkaar kunnen gaan vinden. Wij hebben geen probleem. In staatsbelang zullen we natuurlijk alles bekijken. Uh-huh. Maar ook natuurlijk rekening houden met de zaken die ik net heb aangehaald. De manier van hoe zaken gedaan moeten worden en dergelijke. We hebben gewoon een andere manier van handelen. Nogmaals, wij hebben geen probleem met de NPS, bij de NDP achterman. Dat zijn ook onze families, dat zijn ook onze buren, onze Sranamangs. En waarvoor wij als NPS gaan, is ervoor te zorgen dat ook die mensen die vandaag misschien de keus maken voor in dit geval de NDP, dat we zeggen dat zijn geen vijanden van ons. Maar waar wij ze vragen om naar te kijken is, kijk naar jouw positie persoonlijk onder de NDP-regering. En als je vindt dat je positie een goede positie is, waarbij misschien je inderdaad makkelijk kan komen aan je woning, makkelijk kan uitkomen met je inkomsten aan het eind van de maand, dat je echt de maand kan uitzitten, dan moet je misschien weer voor de NDP stemmen. Maar als je vindt dat de situatie zo is dat je bijzonder moeilijk hebt met je gezin, je kinderen moeilijk naar school kunnen gaan, je salaris, ik praat met mensen, hun salaris is zelfs dezelfde dag is het op. Als dat de situatie is, dan moet je kiezen voor jezelf. Dan moet je niet kiezen voor een situatie waarbij je zegt van Milobaman of Milobapartij. Het is tijd om voor jezelf te kiezen, voor je kinderen te kiezen, hun toekomst. En wanneer je daarnaar kijkt, denk ik dat de meeste mensen, ook die bij de NDP nu zitten, tot de conclusie zullen moeten komen dat ze terug moeten gaan, want ze zijn vaak NPS'ers, terug moeten gaan naar die moederpartij. Namelijk de NPS. En we rekenen erop dat dat zal gebeuren. De NPS. Oké, de laatste vraag dat we tapoe, Greg. Yanga Limbo, Samsanga Yanga Limbo. Je bent teleurgesteld in hem? Limbo. Want Yanga Limbo is Mati. Ben de contact Mati. Je was Mati. Er is iets gebeurd. Me vier at wanneer ik naar je luister, wanneer hij zo dat je praat. Me vier at teleurstelling. Klopt het? Nee, dus Limbo, ik denk Mati is denk ik een sterk woord, want ik ken Limbo niet zo goed. Mm-hmm. Maar ten tijde van mijn ministerschap had Limbo natuurlijk een probleem. Ik hoop niet dat hij me kwalijk neemt dat ik dat zo zeg. Want het is een nationaal probleem. Hij had een probleem dat er watervoorzieningsproblemen waren in het gebied waar hij woonde. Hij heeft me toen gebeld.
En ik heb er werk van gemaakt, zoals ik bij iedereen dat doe. Uh-huh. Om naar hem te gaan, naar de buurt te gaan, om te kijken wat het probleem was. Want dat deed ik vaak als minister. Ik oriënteerde me, ik ging naar de buurten zelf om te kijken wat het probleem was. Hij heeft toen wat buurtbewoners opgetrommeld van wie je weet, de vlaaf deed ook toe. En we hebben gezorgd dat we binnen enkele weken daar in de buurt actief waren om ervoor te zorgen om het probleem op te lossen. Ja, dus dat wat, stukje betreft, ja. Wat dat stukje betreft heb ik altijd een goede verstandhouding gehad met iedereen die bezig was met Surinaamse problemen op te lossen. Ik ken dat de situatie ook nog, dat ik een van de ministers was die achter gesloten deuren regelmatig zat met fractievoorzitters van alle partijen, mm-hmm. inclusief de NDP, toen ik minister was. Mm-hmm. En ik zat met de mensen en ik vroeg ze echt van luister, hoe zien jullie dit? Hoe zien jullie de bauxietontwikkeling? Hoe zien jullie die goudontwikkeling? En ik luisterde ook naar ze en we formuleerden zaken waarbij de meningen van iedereen was samengevat. En daarom ook toen bijvoorbeeld die situatie ontstond met Billiton, toen Billiton plotseling vertrok. Mm-hmm. Men had verwacht dat ik in grote problemen was. En toen ik in de assemblee kwam die middag en we moesten discussiëren over die issue, bleek dat de hele assemblee, breed, oppositie en coalitie, mij ondersteunen. Dat komt gewoon vanwege de aanpak die ik vanaf dag 1 aan de dag had gelegd, waarbij ik met iedereen zat. En natuurlijk hebben we onze politieke tegenstellingen. En als het moet, dan gaan we er hard tegenin. Maar wanneer het om nationale vraagstukken gaat, de grote vraagstukken, vind ik dat ik je wel mag uitnodigen. Haal bij mijn politieke tegenstelling gewoon achter gesloten deuren zitten. Dan luister ik naar je. En dan neem ik alle positieve, alle goede meningen neem ik mee. En met Limbo heb ik absoluut geen probleem. Recentelijk is er iets gebeurd. Hij heeft mij, denk ik, besproken op een manier waarbij ik niet happy mee was. Hij heeft me daarna gebeld voor een interview. En na sobitang. Ik bedoel van, ik ben heel rustig. Ik lach vaak. Mensen denken van, ik ben rustig. Amar is neuraak. Maar toen ik met hem in het interview was, ben ik wel heel erg boos geworden. Ik heb een beetje uitgevaren tegen hem in dat interview. Ik moet zeggen dat hij me daarna wel gebeld heeft ook. En heeft aangegeven dat dat niet zijn bedoeling was. En we hebben de zaak uitgesproken. Maar zo ben ik. Als ik het moet zeggen, mi normaal hoigri. Ik van de van dat het een klein ding is, dan laat ik het maar gaan. Maar als het me hindert, ga ik het je gewoon zeggen. En dat is dus gebeurd. Maar verder heb ik geen probleem met niemand. Maar zo hoort het. Greg, wat tapu? Waar is Valencia? Waar is Valencia? U mag. U kreeg van Tapa Bankstel. Krijgt u. Waar is. Ja, het is hier. U kreeg van mijn hoofdsponsor. Krijgt u 50 SRD bel te goed. En dat is van Telesuur. Ik wil het bijna niet geloven. Om Greg. Dit mag je aantrekken en geloof me, een heleboel mensen er gaan meer mensen op je stemmen. Ja. Geloof me, als je dit op een van je massameetings aantrekt. Ja. En dat is, wat staat erop? Tapa Bankstel, waar het onderwerp goed zit. Oké. Okay. En het onderwerp zat zeer goed vandaag. Oké. Okay. Ja, dit mag je ook hebben. Dat zullen we aantrekken. Ja, hoi. En dit? Dit zijn de Havaianas van Galaxy. Okay. U kreeg ook een paar Havaianas. Oké, okay, hartelijk dank. En van Trans American krijgt u zo'n heerlijke vruchtenwijn. Oké, okay, bedankt. Daar zullen we goed gebruik van maken. Gebruiken we geen alcohol, maar we zullen proberen... U mag het aan Dirk geven, want Dirk en Laura wijn. U krijgt ook zo'n een waardebon van Lucky Twins. Oké. Okay. En dan mag u met iemand... Trouwens, uw vrouw, lekker gaan dineren, eten, genieten, daar bij Lucky Twins. Zal ik gebruik van maken. Ik weet niet of Brownie zo ver is. Even kijken, oh ja, hij staat zo ver met uw soep. Ik geef het gewoon door. Alsjeblieft, uw erwtensoep. Hartelijk dank. Snert, de meekaring, snert. En dan gaan we het zo doen. Greg, kijk, look eens wat we doen. U mag alvast eten. Uh-huh. Ik ga afsluiten. Ik ga afsluiten. Ik weet niet of zijn geluid al goed is. Zijn geluid is nog niet goed, no? Is dat goed? We gaan het anders doen. Jij mag kort tot de mensen praten. We gaan afsluiten. Dus je mag met je mensen praten. Kort. Als je het seintje geeft. U mag beginnen.
Ja. Nou, kijkers. Vandaag was mij een waar genoegen om tababangstel te zijn. ik heb genoten van dit interview. Ik wil aangeven dat wij met z'n allen als Ranamangs moeten weten dat we in een bijzonder belangrijke fase zijn van ons leven. We gaan weer de gelegenheid krijgen als Ranamangs om een keus te maken voor de mensen die voor de komende 5 jaar ons land mogen gaan besturen. Ik heb al aangegeven van wij van de NPS geven u aan dat u voor uzelf moet nagaan wat voor u en uw toekomst goed is. Voor de toekomst van uw kinderen. En als u vandaag de dag de zaak evalueert, moet u nagaan als u het inderdaad beter heeft dan 5 jaar geleden. En als u nog steeds grote problemen hebt en niet het vertrouwen hebt dat de huidige regering in staat zal zijn om veranderingen of zaken door te voeren waardoor u het beter heeft en stabiele toekomst hebt, dan vraag ik u om te kijken naar waar u wel die toekomst heeft. En u zult natuurlijk zien dat met de geschiedenis in achtneming, waarbij de NPS keer op keer heeft bewezen in staat te zijn om zaken die krom zitten, recht te zetten, om de economie weer op spoor te zetten, om weer ontwikkeling op een goede basis te brengen, dan heeft u maar 1 keus op 25 mei 2015. En dat is stemmen op NPS en V7 voor een beter leven. Dank u. Alsjeblieft. Oké, eten. Ja. Mijn Jezus, mijn vergeet dat morgen belangrijk zijn van opname, aflevering die zie. Die tatararantan. Dus ik ben helemaal, we gaan naar speech fee. Laten we het daar doen. In die middelste kamer gaan we het doen om Greg. Ik ga oranje gewoon op je schoot. Gaan we het in die middelste kamer doen? Ja? 3, 2, 1. Middelste. 1, 2, 3. Tatararantan. Tenen, 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 tenen. Tenen, tenen. 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 Dank u.